Hoe dichter je bij gaat, hoe scherper en hoe dunner de lijn. Dan moet je ook wel iets minder verf geven. Ja, kijk. Dat gaat al heel snel goed. Even kijken waar de schaduwen zitten. Oké. En dan heb ik hier ook nog een zwarte stift voor je pupil in je wimpers. Dat is ook altijd wel mooi. Welkom bij Hang In, waarmee we iedereen die door het coronavirus aan huis gekluisterd zit en zich stierlijk verveelt, van zijn luie kont af willen krijgen. In 10 weken bieden we hier online workshops van je favoriete BN'ers, die je ingeslapen hersencellen weer tot leven wekken, je verslapte body in shape brengen en je tot creatieve hoogtepunten leiden. De hangjongeren, ik bedoel natuurlijk hang-in jongeren, die de workshops gaan testen, is proefkonijn Nikki. Nu jij nog. Succes en hang in. Deze week kun je ook eens aan je artistieke skills werken en leren hoe je je eigen selfieportret kan maken. Grote meesters als Rembrandt, Van Gogh en Da Vinci waren hiervoor. En hun zelfportretten zou je kunnen beschouwen als de voorlopers van de huidige selfies. De hedendaagse kunstenares Marissa Oosterlee gaat nog een stap verder. Haar zelfportretten zijn echt niet meer van foto's te onderscheiden. Vandaag leert ze jou de basistechnieken van hoe jij je selfieportret kan omtoveren tot een levensecht schilderij. Word jij de nieuwe Rembrandt? Hallo! Hi! Kom binnen! Oh, dat is Mickey, de hond. Ja. Hi Mickey! Dat is de studiohond. Nou, kom maar even kijken in mijn studio. Echt een hele grote studio. Dankjewel. Dit is een van mijn schilderijen. En een zelfportret. Zeg maar, zijn je op de foto? Dankjewel. Nou, en we hebben een hele lege studio, dus je mag vandaag een plekje uitkiezen. En dan ga ik jou leren tekenen en airbrushen. We hebben natuurlijk verf nodig, gewoon acrylverf. Kan je met water verdunnen. We hebben een schedeltje nodig. Dit is Johnny. En Johnny, dat is mijn modelletje. Die zit er eigenlijk altijd gewoon een beetje bij. Grafiekpapier om te tracen. Of als je goed kan tekenen, gewoon een potloodje. Een stiftje, een potloodgum. Een hele gave elektrische gum. En natuurlijk een airbrush. We gaan Nikki een hele gave geven. Die heet Selfie. En natuurlijk airbrushpapier en een compressortje. Dit is mijn vakantiecompressortje. Want ik kan op vakantie niet zonder airbrush. Heb je alles getekend? Ja, op zich wel. Gewoon standaard schetsen. Hey, dat is gaaf. Je doet een beetje aan manga, hè? Manga? Ja, klopt. Japanse anime-stijl. Andere pagina's ben ik trotser. Oh, nice. Zijn dat voorstellingen die je zelf maakt? Meestal vanuit... Betekent dit na? Voorbeeld. Maar wel iets naar je gevoel? Gedachten, een soort van op papier. Zoals je ziet, zeg maar 2018. Wauw. Dat is een demon. Zijn dat gewoon gedachten. Ja. En hoe kom je daar zo op? Is dat door de coronatijd? Ja, een soort van... Ik voel me heel erg geïsoleerd en alleen. Want soort van heel erg weinig contact met mensen in de buitenwereld. En dan voel ik me heel erg geïsoleerd, alleen, opgesloten. Ja. En dat is heel eng. En dan probeer ik nu weer door te tekenen, soort van het te uiten. Hier is soort van mijn standaard... Wauw. Notitieboekje daarvoor. Mag ik eens kijken? Oh jeetje. Ja, liever niet later. Wauw, dit is echt alsof ik in jouw hoofd kijk nu gewoon, hè? Ja, klopt. Dat is soort van ook wel... Maar daar moet je ook echt super sterk voor zijn om dat te durven laten zien eigenlijk. Want weet je, ik heb ook zulke dingen, maar die durf ik niet te laten zien. Wat goed van jou. Dus ik zie wanhoop, ik zie angst. Dit is soort van mijn manier... Dit is echt jouw dagboek, hè? Ja. En dit is van dit jaar, of is het... Dit is nu van de afgelopen... Dus jij maakt echt wel twee maanden, zeg maar, sinds quarantaine is begonnen. Ben ik hierin begonnen. Zo. Want ik dacht van, ik ga niet gek worden hierin. Ik ga mezelf bezighouden. Nou, we hebben natuurlijk wel een mooie selfie nodig. Eerder, maar ik zie er niet echt op best uit in deze coronatijd. Nou, we gaan gewoon voor de grap even kijken hoe we eruit komen, hè? Nou, ik heb er een paar gemaakt, maar... Dus een beetje, die vond ik wel leuk. Oh, die ene was leuk. Ja, deze heb ik vanochtend gemaakt met een Snapchat filter. Misschien ook wel mooi bij het thema, aangezien het ook gaat een beetje over mijn demons. Hey, dat lijkt mij helemaal perfect. Zullen we deze dan maar gaan printen? Ja, is goed. Oh, hoi Mickey. Doe jij de deur open voor mij? Kijk, ik heb de prints. Volgens mij zijn ze er super leuk uitgekomen. Ja, ben je eens? Vind je ervan? Helemaal perfect. Top, toch? Nou, dan gaan we deze eens lekker schetsen. En gewoon heel makkelijk, zodat iedereen dat thuis ook gewoon zo kan doen. We gaan lekker tracen, overtrekken.
met grafietpapier. De donkere kant gaat naar beneden. En dan kan je alle lijntjes omtrekken die we nodig hebben om te kunnen zien waar we verf moeten geven. De scheidingen tussen licht en donker. Ik merk heel vaak dat er een soort taboe is in de kunstwereld als mensen zeg maar tracen gebruiken om hun tekeningen te maken. Wat vind jij daarvan? Nou, weet je dat zelfs de oude meesters al traceden? Da Vinci was de eerste die de camera obscura gebruikte in 1500 zoveel. En die had dus dat apparaat uitgevonden om zijn modellen te tracen. Dus die traceerde al. Tip voor thuis, als je zelf graag wil leren tekenen, dan kan ik echt de Loomis-methode adviseren. Dat is opgebouwd uit cirkeltjes en cones, dus kegels, driehoeken en rechthoekjes. En allemaal hele gave verdelingen. En dan kan je heel makkelijk aan de hand van die simpele vormen hele complexe dingen in elkaar zetten. Het heet Loomis met Loomis-methode. Zorg dat hij niet verschuift, hè? Dus je moet hem soms een beetje vasthouden als je voelt dat het velletje een beetje gaat schuiven. Kijk eens, dat is Nicky. Als je nou geen grafietpapier hebt, dan kun je ook gewoon je potlood nemen. En dan maak je de hele achterkant helemaal grijs. En zo. En dan kun je dit hier later gewoon zo lekker doordrukken. En daar heb je je eigen goedkope tracepapier. Nou, voor de highlightjes, als je nou niet precies weet waar die dingen zitten, dan pak je Johnny erbij, onze grote vriend. En die leg je dan in dezelfde positie als jezelf. En dan kan je precies kijken waar de highlights zitten. Dus dat is hier, 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 hier. Op de wangetjes, rond het snotgootje en op de kin op het hoogste bolletje. Dus daar zitten de lichte punten. En het licht kan je alleen maar zien als het natuurlijk omringd wordt door donker. Licht bestaat niet zonder donker. Dus dan weet je ook gelijk waar je de schaduw moet plaatsen. We gaan verkassen, Nicky. We gaan leren airbrushen. Vind je het eng? Een beetje, maar ik heb echt heel erg hoge verwachtingen van mezelf, dus het valt wel mee. Nou, ik heb best wel verwachtingen van jou, maar dat komt helemaal goed. Hier heb ik de selfie airbrush. Het heet echt een selfie, kijk maar. En dan hoef je eigenlijk alleen maar die trekker naar achter te halen, noem een trekker, een trigger. En dan komt er een hoeveelheid verf uit. Dan altijd even uittesten. Nou, dit is toch je testvelletje. Kijk wat er uitkomt. Er zat een beetje oranje, dus dan komt het blauw. Nou, hij doet het. En je moet eigenlijk altijd je beweging mooi afmaken. Dus je zet pas in op het moment dat je beweegt. En je geeft geen verf meer op het moment dat je ook nog beweegt. Oh ja. Dus als je blijft hangen tot de verf eruit komt, krijg je op dat puntje meer verf. Dus dan zie je een mooi stipje aan je lijn. Oh, een rustige beweging, die is goed. Ja, mooi. Hoe dichter je bij gaat, hoe scherper en hoe dunner de lijn. Dan moet je ook wel iets minder verf geven. Ja, kijk. Kijk eens hoe netjes. Dat gaat al heel, heel snel goed. En op afstand kan je hele mooie gladde verlopen maken. Een verloop gaat van donker naar licht of van licht naar donker. Als jij een klein beetje die airbrush in een hoekje houdt. En je schiet nu op mijn vinger. Licht me. Kijk, dan krijg je verloop. Zie je het? Oh ja. Nog een goede tip voor thuis is dat je een stofmaskertje draagt. Deze verf is op waterbasis. Maar het geeft best wel wat stof, zeker als je net gaat oefenen. En dat is niet zo goed voor de longen, dus bescherm altijd je longen met een stofkapje. Ik heb hier wel gewoon luchtventilatie, dat kan natuurlijk ook, of je raampje open. Maar zorg ervoor dat je het zo min mogelijk inademt. Zo, we gaan beginnen, Nicky. En je mag er dan een beetje burnt sienna in doen. Burnt sienna is een oranje. En van daaruit kan je dan kiezen of je hem feller wilt hebben, dus dan doe je er meer verf bij. Of dat je hem juist zachter wil hebben en dan doe je er meer water bij. En dan altijd eventjes hier uittesten. Kan je daarmee werken? Ja. En dan moet je leren om rustige bewegingen te maken. Maar wat als ik er overheen ga? Is dat niet erg? Dan gummen we het weg. Cool. We beginnen op de donkerste delen. Dus we beginnen onder de kaak. Ga maar het contour volgen van je haar. Gewoon langs je nek. Dit? Ja. En het liefst gebruik je dan ook je andere hand om je linkerhand te steunen. Ja. Want dan heb je iets meer stabiliteit. Probeer aan de buitenkant van je gezicht te zitten. En dan zie je dat dat best wel moeilijk is. Je zit er een beetje aan de binnenkant in. Daar ga je goed. Super. Nou, hier heb je er een beetje naast gezeten en dan nemen we gewoon een gummetje. Dus al deze wijnen? Ja. En om het makkelijker te maken heb ik ook nog een schildje voor je. Geknipt uit je tweede foto. En dan kan je gewoon op het papier spuiten en dan een beetje verf eraf laten ketsen om die haarlijn er mooi in te zetten. Zo is lastig dit. Lastig, hè? Nou, zodra je genoeg verf hebt voor je donkere delen, kan je je gumpotlood pakken en dan gaan we de lichtere delen eruit vullen. En daaroverheen komt weer een heel dun laagje verf. Dat ze niet al te wit zijn. Nou, zo. En als je dan zegt van nou, ik wil een harder krulletje hebben of een hardere afscheiding, dan doe je zo. Een beetje verf. Hier. Een beetje verf. Hier. Mag ik proberen? Tuurlijk. Ja,
Nou, gaan we naar de zijkant. Je hebt de smaak te pakken volgens mij. Zo, daar is je contour. Ja. De wenkbrauwtjes gaan we ook nog even spuiten. Ik heb daar een hele leuke truc voor. Dus een tip voor de wenkbrauwen. We nemen een rolletje tape. Die gaan we ook weer scheuren. Hoppatee. Die doe je dan aan de onderkant van je wenkbrauw. Dan doen we de andere helft. Die komt er bovenuit. Kan je erdoor spuiten. Ja, netjes. Ik ben trots op je. Ik heb nog één tip voor thuis. Met hele dunne tape kun je ronddraaien voor hele moeilijke curves. Mooi in de hoekjes beginnen, die zijn het donkerst. En dan ga je naar het midden toe gewoon verder weg. Dan wordt hij daar lichter. Ja, kijk dan, professioneel. Dan naar de bodem, gebruik de tape. Goed zo. Nou, hartstikke mooi. Dan heb ik hier ook nog een zwarte stift voor je pupil in je wimpers. Dat is ook altijd wel mooi. Goed kijken waar de schaduwen zitten. Oké. Netjes, man. Zo, hé. Nou, dan de neus. Kan je een malletje voor pakken? Nou, kijk eens hier een beetje rond je oog. Dat is ook nog iets te licht. Oogballetjes, ga maar wat dichterbij. Nou, dan gaan we gummen. Je kan die highlights ook in je ogen gummen nog, hè? Ja, kijk. Mooi, man. Nou, ik vind het fantastisch voor je eerste airbrush, want het is hartstikke moeilijk. Wow, fantastisch, man. Nou, dit was mijn eerste poging tot airbrushen. Ja, echt super. Fenomenaal. Echt, echt complimenten, Nikki. Voel jij je nu ook zo anders in deze rare coronatijden? En wil je dat ook graag uiten door middel van een tekening? Misschien ben je angstig of juist heel blij of ben je boos en eenzaam omdat je niet met je vriendjes kan spelen. Nou, wij zouden dat heel graag zien en dan delen we dat op ons platform. Je kan dat doen door ons te taggen op hashtag hangin. Heb je wel eens vaker gedanst? Nee. Maar af en toe wel eens een dansje gewaagd. Nee. Ook niet? En jij? Nou, ik moet zeggen, ik ben ook niet heel vaak aan het dansen. Nee? Oh jee. Dat belooft veel goeds. Mijn hart.